Op landgoed De Grote Beek gaat een zogenaamd winterfestival van start. Er staat een pop-up restaurant in een grote schuur en de opbrengst is voor een goed doel: dieren in de zorg. Er is een grote Amerikaanse schuur neergezet en er komt een levende kerststal. Ook de kerstman zal af en toe zijn gezicht laten zien. Hier kan straks geluncht en gedineerd worden en het geld dat met die reserveringen wordt opgehaald komt ten goede aan dieren in de zorg van het GGZE. Bij de behandeling van cliënten helpt het soms om dieren in te zetten, zegt de zorginstelling.